Dit is Café Weltschmerz. Mijn naam is Paul Cliteur en ik zit hier met mijn co-interviewer Martin Harlaar. En onze gast van vandaag is Siep Winia. Siep, welkom. Dankjewel. Wij komen hier om te spreken over jouw boek 70 herinneringen aan een gaaf gidsland. Ik heb er al actieve herinneringen zelfs. Actieve herinneringen, ja, sorry. Ik was even geconcentreerd op de hoofdtitel en de ondertitel uit elkaar houden. Dat gaat gemakkelijk door elkaar lopen. Ja. Tenminste, heb ik ervaren. Want ik heb er al een recensie over mogen schrijven, over dit boek in Doorbraak. Ja, mooi boek, heb ik al gezegd. Hè? Ja, gefeliciteerd. Ik vind het echt een geweldig boek. Zeg ik het goed, om daar maar even mee te beginnen. Dat het een opvolger is van Tegen de Onzin. Ook wat opzet betreft ongeveer hetzelfde. Ja, ik heb het in het voorwoord van dit nieuwe boek... Ja. Heb ik het een mozaïek genoemd. Mm-hmm. Een mozaïek waarbij dan wel een zeker patroon ontstaat. Ja. En dat patroon dat heb ik ook nog wat versterkt. Omdat ik tientallen stukken speciaal voor het boek heb geschreven. Ja. Juist om dat patroon wat helderder te maken. Ja. Maar het wonderbaarlijke was, bij het vorige boek, 3 jaar geleden... Ja. Dat bestond ogenschijnlijk ook uit losse stukken. Mm-hmm. En daar heb ik nauwelijks iets bij geschreven. Maar voor mensen, voor lezers, was het toch een samenhangend vertoog, mm-hmm. Bleek. En ik heb de indruk eerder gezegd dat dat voor het nieuwe boek ook in belangrijke mate geldt. Dat de samenhang uiteindelijk toch groter is dan de som der delen, zeg ik het goed. Dus er is meer samenhang dan de auteur van de voren misschien zelf heeft gedacht. Ja, maar ja, ik bedoel, ik ben een beetje verbaasd dat je dat opbrengt. Want ik vind die samenhang eerlijk gezegd overduidelijk in die zin. Ja, ja. Je hebt Siep Winia, die heeft een bepaalde opinie. Op een gegeven moment herken je die. Je becommentarieert de meest recente politiek van de afgelopen jaren. En grijpt daarbij terug naar vorige decennia. Ja, inderdaad. En je geeft mooie typeringen van mensen, vind ik. In soms filijne zinnen, moet ik zeggen. Ik denk niet dat al die politici het zo leuk vinden allemaal om dit na te lezen, hoe ze worden neergezet. Ja, en dat is wat mij betreft voldoende samenhang. Ja. Het is een commentaar op de hedendaagse politiek. En ik had wel een vraag. Ik dacht, ja, als je dit nou zo leest, hè, en ik lees dat met heel veel instemming, en ja, dat vind ik eigenlijk ook. Als dit nou een beetje als je er naar politiek zou moeten plaatsen, kan je dus zeggen, dat wil ik niet dat het hoeft, maar als dit nou een politiek programma zou zijn. Waar moeten we dan aan denken aan Nederlandse politieke partijen? Welk spectrum zit dat ongeveer? Geen enkele politieke partij sowieso. Al was het maar omdat Nederlandse politieke partijen regelmatig van inhoud wisselen, zoals we weten. Ja. Dus, de PvdA was er eerst voor de arbeiders, daarna voor de allochtonen en nu voor het klimaat, geloof ik. Hè. Ja. Dus geen wonder dat er mensen weglopen, zou je kunnen zeggen. Of dat er andere conditie ontstaat. Hmm. Maar dat geldt eigenlijk voor diverse politieke partijen. Dus CDA doet ook aan zelfmoord, in mijn opinie, door zijn core business te vergeten. Dus dat was een min of meer conservatieve partij. Althans, het meest succesvolle deel van het CDA had toch een conservatieve inborst. Ja. Behoudende inborst, als je wilt. En er zat veel platteland in en er zat veel boeren in. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben er een soort van Rotterdamse partij van gemaakt willen maken. En nu hebben ze zelfs in Rotterdam geen zetel meer, geloof ik, in de gemeenteraad. Ja. Dus ik wil maar zeggen, je weet niet. Dus anders gezegd, er bestaat bij mij als professional, maar ook als persoon, geen loyaliteit ten opzichte van een politieke partij of een politieke leider. Mm-hmm. Het komt nu wel eens voor dat, ik heb dat met een aantal mensen wel meegemaakt, een aantal politici wel meegemaakt, dat ze onder de indruk waren van iets wat ik schreef of dat ik een eye-opener leverde. Mm. En dat zij dan dingetjes van me overnamen of hele belangrijke dingen van me overnamen. Mm. En dat kan zelfs tot een loyaliteit of zekere genegenheid van professionele aard van de politicus in mijn richting leiden. Ja. Maar dat zegt niks over de verhouding tussen mij en die politicus. Mm-hmm. Nee, dat snap ik. Misschien geen antwoord, maar ik... Dat snap ik. Maar je kan toch wel zeggen dat over het algemeen, laten we zeggen, partijen als PVV, Forum, dat staat hier dichter, vind ik, bij wat jij schrijft dan de SP en het CDA. Of zeg je zelfs dat... Dat hangt een beetje vanaf welk CDA of van welk tijdstip, welke leider, deze welk beleid. Maar
kijk, als je het me andersom zou vragen, misschien doe je dat al een beetje, van vind je dat wat de PVV wil en doet, dan wel wat Forum wil en doet, erg in lijn is met wat jij schrijft? Nou, dan moet ik dat ontkennen. Mm-hmm. Al was het maar omdat er geen enkele inspiratie uitgaat van een partij in mijn richting. Dus het is niet zo dat ik iets schrijf omdat een partij iets vindt. Nee, tuurlijk. En dat is één. En ten tweede, zijn er, als ik dat zou willen, is er best een lijst te maken van zaken waar ik helemaal niet zo blij of tevreden of trots of weet ik veel wat mee ben in de agenda's en de gedragingen en de uitingen van de partijen die je net noemt. Er komt er misschien een belangrijk ding bij. In Winnias Week, dus vroeger toen ik bij Elsevier werkte en zo, had ik nog wel eens de neiging om het hele spectrum te willen bekijken. Dus ik ben ook wel eens een dag opgetrokken met Jan Marijnissen van de SP, wat interessante inzichten en ervaringen en banden opleverde trouwens. Kijk, Winnias Week, dus mijn weekblad, dat eigenlijk een twee keer per week weekblad is, dat heeft niet zichzelf tot taak toebedeeld om het hele Nederlandse politieke spectrum voortdurend af te lopen. Ik ben in dat opzicht gewoon een oude traditionele journalist, linkse journalist, zouden sommige mensen misschien zeggen, in die zin dat ik de macht controleer. Althans, dat de macht is een belangrijk terrein van waar Winnias Week en mijn eigen stukken zich elke ophouden. En dus waar tot mijn verbazing op het Mediapark en bij de grote dagbladen in Nederland de aandacht voor de oppositie groot is, en dan vooral de kleine of de links- of de rechtsoppositie aandacht groot is. Dus die controleert de oppositie eigenlijk, zal ik maar zeggen. En ik heb de neiging om, zoals dat traditioneel gebruikelijk was, de macht te willen controleren. En dat kunnen grote bedrijven zijn. Dat kan zeker ook de overheid zijn. En dus mijn aandacht voor de oppositiepartijen is gewoon wat kleiner. Daardoor, ik schrijf daar ook niet heel veel over. En ook niet zo heel kritisch, omdat ik er niet veel over schrijf. Snap ik. Maar nog één, dan moet jij even inspringen hoor, Martin. Nee, ik probeer nog even een beetje zo te positioneren. Dat bedoel ik niet jou als persoon, maar de schrijver van deze boeken. Hè, die ik met heel veel plezier gelezen heb. En waarom lees ik het nou? Waarom laat ik dat dan maar mezelf op tafel? En waarom lees ik het met zoveel genoegen? Ik vind het uitzonderlijk. Hè, want ik vind dus dat over het algemeen journalisten van nu die... Ja, ik geloof dat Vrij Nederland die adverteert nog met de controle van de macht. Ik denk, nou, ik zie het alleen maar als een verlengstuk van de macht. In de jaren 70 was Vrij Nederland, die controleerde de macht. Het is nou juist uitgerekend wat ze niet meer doen. Dat geldt voor al die... Nou ja, maar dat heel veel van die journalisten. Dus maar jij doet dat wel. Precies, en dat is heel anders. Maar eigenlijk is het verbazingwekkend en ook een beetje teleurstellend. Ja. Dus I'm crying all the way to the bank, zal ik maar zeggen. Ja. Maar eigenlijk is het hoogst teleurstellend. Dat er zo weinig journalistiek in Nederland is die in dit opzicht die bedoeld is, die functioneert zoals journalistiek bedoeld is. Ja. En ook zoals journalistiek vaak zichzelf nog steeds ziet. Ja. Te weten, kritisch en dit en dat. Maar goed, wat ik al zeg, in de praktijk is men al te vaak kritisch op de oppositie en nooit kritisch op de regering en op het establishment. Ja. Terwijl dat wel het zelfbeeld is. Het is, als je... Dus dat cover ik ook in dit boek, maar ook op mijn website en zo. Laat ik het anders formuleren. Sinds kort, ik had nooit zin om, laten we zeggen, aan mediakritiek te doen. Ik denk van, nou, dat laat ik maar een andere hobbyisten over of zo. Ja. Maar sinds een tijdje doe ik dat wel. En waarom? Om deze precieze reden die je aangeeft. Als media zozeer onderdeel zijn geworden van de verwezenlijking van de macht en het functioneren van de macht en het niet kritisch bejegenen van de macht, ja, dan wordt het ook interessant om de bewegingen op het mediapark, zoals ik dat wel eerder zeg, daarin te betrekken. Tegelijkertijd is dat een belangrijke drijfveer mijnerzijds om dit bedrijf, dit firma op te zetten. Maar is het niet zo dat dat geïnspireerd is door het idee van, nu gaan we eens even fijn... Mark Rutte, er zit wel veel Mark Rutte in, maar ja, de man is by far de belangrijkste politicus van Nederland van deze eeuw. Het zou vreemd zijn als ik dan niet veel aandacht zou besteden. En bovendien, wat ik een belangrijk criterium vind voor mijn werk, is of het van toegevoegde waarde is. Ik hoef niet alles over te tikken wat al in de Volkskrant en NRC en de Telegraaf gebeurt. De kritische bejegening van de belangrijkste politicus van Nederland van de 21ste eeuw
Ja, daar zit heel veel toegevoegde, er zit heel veel ruimte in. Ja. Er is één aardige biografie van Rutte, van Peter de Koning, van NRC Handelsblad. En voor de rest is dat eigenlijk heel weinig. Van wat is de methode Rutte? Hoe komt hij aan de macht? Hoe blijft hij aan de macht? Ik ga er weg, als je dit boek van mij leest, dan lees je tussen de regels door ook een soort Rutte-biografie, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Ook in aanvullende zin op, ja, Peter de Koning, naar mijn, ja, eigen idee. Ja. Rutte is inderdaad, die komt heel veel, vind ik, heel veel terug. Ook andere politici, maar Rutte komt heel veel terug. Die is een hele belangrijke figuur. En een van de dingen die ik wel dacht, Is die Rutte zo belangrijk en heeft hij ook zoveel macht? Maar misschien voordat ik dat ga uitleggen, nee, moet ik misschien... Nee, dan moet je aan mij vragen. Ja, althans, dat, ja, stel ik voor. Nou, ik dacht het even Martin, jij Martin zei erin van, te gooien. Rutte, ja, is de machtigste man. Nee, nee. Nou ja, je zei de politicus. Ik zeg de belangrijkste politicus van deze 21ste eeuw. Ja, ik dacht dat ik over macht ook had. Maar als ik het boek lees, want ik heb me heel lang niet met, ja, Nederlandse politiek bezig gehouden. Twee dingen vallen mij op. Hoeveel macht er buiten de politiek is. Hoe dat werkt. En hoe machtig D66 is. Ja. En D66 ben ik in andere hoedanigheid vaak tegengekomen. Wat betreft woke. In 2006 heeft Hans van Mierlo nog gezegd, misschien moeten we D66 opheffen. Hoe zijn ze in hemelsnaam zo machtig geworden? Wat is er gebeurd? Ik heb het niet gevolgd, jij wel. Ja, ja. Nee, maar sinds 2006, waarom staan ze zo centraal? Waarom bepalen ze zo? Nou, er zijn een paar redenen en oorzaken voor. Ja. Wat daarbij, dan haak ik nog even in op het, ja, vorige thema, te weten, Mark Rutte. Ja? Mark Rutte stelt D66 dat toen je staat. Laten we, ja, dat voorop stellen. Ja. Want Mark Rutte, om tal van redenen, maar ook omdat hij het niet zo erg belangrijk vindt wat zijn eigen partij wil. Kennelijk vindt hij het belangrijker dat hij zelf weer premier is. En partijen die bereid zijn hem in die positie te brengen, zoals D66... Dan is hij best bereid van het verkiezingsprogramma over te nemen. Dat heeft met het huidige kabinet, Rutte 4, is dat bij uitstek zo. Ik zeg wel raaierend, maar het nadert echt heel de waarheid. Het coalitieakkoord van Rutte 4, dat is nu, wat was het, van december 2021, zeg ik het goed. Ja. Dat is bijna 1-op-1 het verkiezingsprogramma van D66. En in sommige opzichten nog haar scherper dan dat. Ja, dus ik geef je gelijk. D66 is nog nooit zo machtig geweest als die partij ooit was. En loopt ook rond. Mevrouw Kaag loopt ook rond alsof ze de grote winnaar is van de verkiezingen van 2 jaar geleden. Terwijl voor alle duidelijkheid, ze was wel erg groot in de exit polls. Maar aan het einde van de avond bleek dat er heel wat minder zeteltjes van D66, ja, waren. Maar ze doet nog steeds, ze springt nog steeds iedere dag op de tafel. Die foto op die tafel is een beetje vroeg op de avond. Dat was de foto van de exit poll. Oh, dus ze heeft al een paar zetels, yeah, gewonnen. En dat ze omgeeft zich nog steeds met het aura van die verkiezingswinnaar. Maar ja, wat heb je dan? 4, 5 zetels extra. Goed, ze is daardoor, dat is wel de grootste zege ongeveer van D66 ooit. Dat is waar. Ze is ook de tweede partij. D66 is de tweede partij, is waar. Maar met 4, 25 zetels in de Tweede Kamer heb je nog maar 1/6 van de zetels van Nederland. Maar ze hebben de meerderheid van de macht, zou je, ja, kunnen zeggen. En dat is een tweede mechanisme. Dus het eerste is de verregaande gulheid van Mark Rutte als het gaat om het gunnen van coalitiepartners van verkiezingsbeloftes als hij maar premier kan zijn. De tweede is wat ik noem het hefboommechanisme. Ik ben nog steeds op zoek naar een betere term. Maar het hefboommechanisme, dat de kern daarvan bestaat eruit dat je in verschillende stappen de macht kunt opleggen aan de rest van het land. Ook al heb je daar niet de meerderheid voor onder de bevolking en zelfs niet in de Tweede Kamer. En het belangrijkste mechanisme daarbij is natuurlijk het coalitieakkoord. Dus je kunt, ook de ChristenUnie, die kan, is een klein partijtje, 5 zetels daaromtrent. Dus dat zijn echt heel weinig Nederlanders die op de ChristenUnie hebben gestemd. Maar als de ChristenUnie zegt, wij willen per se dat er een totale zondagsrust is in delen van het land, ik zeg maar wat. Ja, en dat is het enige wat ze van Mark Rutte wensen. En dan zegt Mark Rutte, dat is goed, want dan heeft hij een meerderheid. Op die manier heeft D66 tal van programmapunten binnengehaald. En daar gaat nog iets aan vooraf.
Ze hebben namelijk heel veel programmapunten overgenomen van GroenLinks. D66 was nooit zo extreem op het punt van biodiversiteit en klimaat. Dat is pas van betrekkelijk recente datum. Ja. Dat is pas van de laatste 5-6 jaar. En stikstof zelfs nog korter. Dus dat we de stikstofpartij zijn, dat is pas sinds 2019. Ze hebben dus veel overgenomen van GroenLinks. En er zal ook wat strategie bij zitten, want daardoor kon D66 zich groot maken. Als D66 GroenLinks leeg eet, kun je dus op een tafel springen op een verkiezingsavond. Maar dat leidt er dus wel toe dat GroenLinks daardoor onevenredige invloed heeft. Sterker nog, er gaat nog iets aan vooraf. GroenLinks neemt het volledige verkiezingsprogramma over, impliciete verkiezingsprogramma, van Milieudefensie en consorten. Ja. Dus Milieudefensie, dat bijna geen eigen inkomsten heeft, heeft wel wat leden of wat donateurs, maar bijna geen eigen inkomsten heeft, volledig wat gerund door de postcode loterij en door subsidies van de overheid. Die dicteert het verkiezingsprogramma, het eigen verkiezingsprogramma aan GroenLinks. Het GroenLinks verkiezingsprogramma wordt overgenomen door D66. D66 zegt tegen Rutte, en op voorwaarde dat je dit overneemt, gaan wij in de regering zitten. En zo kunnen wij dus een verregaand, extreem programma krijgen. Maar voordat we naar die... Want het is heel interessant wat je zegt. En ook heel erg interessant. Die postcode loterij speelt een belangrijke rol, ook in jouw boek. Wat ook een belangrijke rol in het boek speelt, wat vaak terugkomt. Dat is de macht van al die actiegroepen. Die eigenlijk geen democratische legitimatie hebben, maar toch erin slagen om hun wil op te leggen. Vaak ook via rechtelijke uitspraken. Ja. Maar voordat ik daar naartoe ga, er is één ding waar ik een beetje bij blijf hangen in je boek en ook in de wijze waarop je nu dat verwoordt. Kijk, je zegt ergens, ik weet niet helemaal precies, misschien zit het wel door het hele boek heen. Kijk, het allerbelangrijkste voor de huidige premier, voor Mark Rutte, dat is dat hij op de bok blijft zitten. Of die huifkar naar links gaat of naar rechts gaat, het lijkt hem allemaal niet zoveel uit te maken. Maar één kleine kanttekening daarbij. Wat hij zich wel realiseert, is dat als je op de bok zit, het merendeel van de besluiten die je neemt, die staan helemaal niet in het coalitieakkoord. Ja. Die neem je terwijl je in die box zit. Dus dan kan je toch op de een of andere manier, een beetje in het schema duister, kan je dan toch in ieder geval, nog... Dan kun je in ieder geval het spel van de baas spelen. Dus daar zit een beetje zijn macht in. Terwijl ik dus... Nou, altijd... En het gunnen van de macht aan anderen. Ja. Maar niet het verkiezingsprogramma van VVD. Dat verdwijnt op de avond van de verkiezingen. Ja, maar het is ook wel heel gruwelijk toch, denk je. Klassiek denk je van, als politicus heb je macht als je erin slaagt om andere mensen tegen. Het is ook buitengewoon ernstig voor het functioneren van de democratie. Maar de democratie, die gaat ervan, en de parlementaire democratie in zonderheid, die gaat uit van de veronderstelling dat we uiteraard minderheden respecteren, maar dat de wens van de meerderheid toch doorklinkt in wat het parlement doet en waar het parlement de regering toe in staat stelt. Maar via de methode Rutte, die ook het hefboommechanisme, waar het hefboommechanisme deel van uitmaakt, zitten er dus allerlei filters en zijpaden, routes van buiten in dat parlementaire proces, die helemaal niks te maken hebben met de parlementaire democratie zoals de parlementaire democratie bedoeld is. Mark Rutte, die is daar wel degelijk ook zelf een factor in, door alleen maar geïnteresseerd te zijn in het op de been houden van de coalitie die hij bij elkaar fabriekt. En daardoor de mensen die bereid zijn hem de leiding te geven van die coalitie, bijzondere voorrechten te gunnen die voorbij gaan aan wat je de wens van de meerderheid van de bevolking zou kunnen noemen. Ja. Dus het toelaten. Dus je ziet op alle grote terreinen dat doorweegt. Dat de rol van de burger en zelfs de rol van de volksvertegenwoordiger, dus de vertegenwoordiger van die burger, dat die leidt onder de mechanismes die we in Rutte-tijdperk een dominant zien worden. Wow, maar dat is dan toch eigenlijk ook heel, heel ernstig wat je nou aan de orde stelt. In de zin van moeten we het dan zo verstaan, hoor? Ik probeer nu gewoon een beetje Socratische vroedvrouwkunst bij jou een beetje eruit te trekken. Wat er impliciet in zit en wat ik ook hoor zeggen. Maar wat ik dan nu ga proberen nog wat pregnanter te formuleren. Is het dan niet eigenlijk zo dat Sipwinia toch een
moeite heeft met het feit dat de bevolking en ook de volksvertegenwoordiging eigenlijk steeds minder greep lijkt te krijgen op het politieke proces. Zeker is dat, hè? En dat vind ik nogal wat, hè? Wat ook erg is dat het niet wordt waargenomen en niet enzovoort gevonden. Ja, klopt. Dus ik vind het eigenlijk heel erg dat ik de weinige ben die dit mechanisme voortdurend benadrukt. Ja. Er bestaat al een analyse daarvan. Mm. Er wordt hem voortdurend, en die analyse die heet versplintering. Ja. Dus, maar dat gaat voorbij aan de oorzaken. Dus men zegt dan dat het heel erg is dat er veel kleine partijtjes in de Tweede Kamer zitten. Ja, hoe komt dat? Dat al die nieuwe partijen, al die kleine partijen, en die vaak inmiddels grote partijen, dat zijn niet zomaar partijen. Nee, dat zijn partijen die afgesplitst zijn, die zijn afgesplinterd zijn van de grote machtspartijen. Die machtspartijen, de traditionele machtspartijen, die niet leveren wat ze zouden moeten leveren. Ja. Die niet beantwoorden aan de verwachtingen van de kiezers, van hun kiezers. En dus gaan de kiezers ergens anders heen, of politici in die partijen gaan ergens anders heen. En dus heeft Mark Rutte, klaagt hij erover, en sommige partijen die altijd willen regeren, die klagen erover dat het beter is, dat we een kiesdrempel moeten hebben en dat soort dingen. Maar dat is het paard achter de wagen spannen. Dan los je het probleem niet op. Ja. Nee, je moet ervoor zorgen dat je dat de parlementaire democratie werkt zoals die hoort te werken. Namelijk dat je in ieder geval enigszins in de geest van de meerderheid van de bevolking denkt. In het belang ook van de meerderheid van de bevolking. Ja. En dat betekent dus dat je op centrale thema's, noem het klimaat. Tenminste, dat zijn niet per se de centrale thema's, maar dat zijn centrale thema's geworden. Dat wel, 5-6 jaar geleden bestond het woord klimaat nog niet op het voortoneel van de politiek. Nee. Maar er zijn dus minderheden, die hebben allerlei thema's naar voren gedouwd. En die zitten daar een beetje de macht uit te oefenen. Terwijl het helemaal niet in de geest hoeft te zijn van wat de meerderheid van de bevolking zou willen. Of zou willen dat het de Tweede Kamer mogelijk maakt. Maar is dit... En één dingetje nog als je mag. En kijk, wat ik zei, mijn journalistiek is geen ideologische journalistiek. Maar als er één element wel ideologisch is, dan is dat ik het belang van de Nederlandse burger... Dat ik dat centraal stel. Dat is heel belangrijk. En dat schijnt heel bijzonder te zijn. Ja, dat is bijzonder. Een kleine illustratie daar nog van. En daarna hou ik even mijn mond. De ombudsman, de huidige ombudsman... die gaf een jaar of 3 geleden een lezing. We zaten in de forums. Hij en ik en nog een paar mensen. En toen vertelde hij tot mijn verbijstering... dat hij uiteraard veel bij ministeries langs ging. En met de top van de ministeries, de DG's, de SG, de minister en de staatssecretaris sprak. En dat altijd, als de ombudsman daar begon over de burger... dan bleek dat ze daar een beetje lastig gewoon te draaien. En dan zeiden ze van, we moeten het wel over de burger. Kunnen we niet beter spreken over de consument? Ja. Dit is denk ik een democratisch geval. Maar dat is dus een hele belangrijke waarneming. Ja, ja. Misschien nog belangrijker dan de ombudsman zichzelf realiseerde. Ja, ja, maar hoe zouden we eruit kunnen komen? Zijn er... gloort er licht aan het eind? De optimistische versie, daar vraag je naar eigenlijk. Ja. Nou, de optimistische variant die luidt... dat het parlementaire stelsel zichzelf corrigeert. En dat dus waar men klaagt over versplintering... dat leidt tot meerderheden die zich kanten tegen... de huidige hefboompolitiek van Rutte en consorten. Dus dat het Nederlandse beleid meer aansluit op wat mensen willen. Dat we niet dat als Nederland overlopen wordt door asielzoekers... die van de Middellandse Zee helemaal deze kant op komen... en dan zich melden in Ter Apel en daar in het gras gaan liggen... dat gezien wordt als een probleem van opvang in Ter Apel. Nee, dat het gezien wordt als een probleem van de asielzoekerspolicy van Nederland en Europa... Ja. En daar is een meerderheid voor. Wat zei je? Ik zeg jij of ik? Jij mag nu weer. Oké, nou... Jij zit vol vragen, zie je. Ja, ik zit vol vragen. Maar ik ben ook heel erg geïnspireerd door het boek van Siep. Dan ga je mijn vlieg afvangen. Als ik niet veel vraag... Ik heb 2 hele belangrijke vragen. Okay. Hoe komt D66 aan zijn macht? En vertel eens heb wat... Heb ik een poging En vooral de macht buiten. Straks wil ik het horen over Boudewijn Poelman. Nou, ja, die gaan we ook gaan we doen. Maar eerst nog even over... Kijk, ik, dus de 70 actieve herinneringen... Dat zie ik... Ik heb een beetje... De ondertitel kan ook zijn... Chroniek van democratisch verval. Of zo. Dat zou kunnen. Zoiets.
En als je het tussen de regels doorleest, dan is het één lange illustratie van het onvermogen van de burgers en ook de vertegenwoordigers van de burgers om bepaalde dingen te realiseren. Zoals beperking van migratie bijvoorbeeld. Nou, wij zijn een beetje... De regering wil steeds andere dingen dan we willen, zou ik maar zeggen. Toen ik 30 was, toen dacht ik, over 5 jaar is misschien beter. Maar op een gegeven moment ben je op mijn leeftijd. Ik denk, potjandoeri, ik kan me nog herinneren dat in de jaren... Ja, joh, oude mannen. Maar in de jaren 80 kan ik me nog herinneren dat Helene Dupuy... Toen zat ik met de Telderstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. En die wilde een moratorium op de migratie. Nou, dan steeg er een storm van verontwaardiging. Dat is precies hetzelfde. We zijn geen stap verder gekomen. Het lijkt wel... Soms zijn we even een stapje verder. Niet in het bijzonder, maar toch wel enigszins aan de optimistische variant. Okay. We hebben natuurlijk gezien dat in 2002 Pim Fortuyn zomaar premier had kunnen worden. Nou ja, was hem nooit gegund, denk ik. Maar, maar in ieder geval, de korte politieke carrière van Pim Fortuyn heeft wel degelijk iets opgeleverd. Namelijk dat het de eerste twee kabinetten Balkenende toen echt vrij stevig hebben ingegrepen. Met name in het huwelijksmigratiebeleid. En dat was op dat moment... Okay. Toen ging het niet zozeer over de asielzoekers. Mm-hmm. Die waren niet al te talrijk. Maar met name de huwelijksmigratie uit Marokko en Turkije was zeer problematisch. Ja. En daar hebben ze... Daar heeft Balkenende 1 en 2 wel degelijk wat aan gedaan. En zeer succesvol. Dus de huwelijksmigratie uit Marokko en Turkije... die is bijna tot nul gereduceerd. En ze hebben iets slims gedaan, ook een beetje filijn. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een toelatingsexamen ingesteld. Het moest in hun eigen land worden uitgevoerd. En het toelatingsexamen was eigenlijk niet te halen voor een analfabeet. Dus wat deden ze nog? Ze deden iets slims, een beetje onaardig misschien... maar wel effectief... Kijk, als je dan toch mensen uit de bergen van Anatolië of Driftgebergte naar Nederland haalt, dan is de schade voor de Nederlandse samenleving, de potentiële schade, nog groter als het gaat over mensen die niks kunnen en die totaal analfabeet zijn. Dus via dit zogenaamde inburgeringsexamen in het buitenland deden ze iets geraffineerds, iets verlijns. Zorgde ervoor dat die relatief weinig mensen die nog wel kwamen... dat in ieder geval mensen waren die konden lezen en schrijven of iets dat erop leek. Maar is niet analfabetisme is eigenlijk niet het probleem, zeg ik dan maar eventjes. Is wel een probleem. Ik ga het uitleggen wat ik bedoel. Kijk, die mensen kun je kunt mensen leren lezen en schrijven. Maar het grootste probleem heb je mensen die wel kunnen leren en schrijven... maar die willen aarden in een land met hele andere waarden en normen. Ja, als jij, het gaat vaak samen natuurlijk ook. Het gaat vaak samen. En bovendien lezen en schrijven, dan gaat het echt een stuk makkelijker als je 4 of 5 bent. Klopt. Dan wanneer of 6 of 7. Ja. Dan om iemand op 19 of 20-jarige leeftijd voor het eerst van zijn leven kennis te laten nemen van literatuur... Kijk, als het zo is dat Hadi Matar na 33 jaar in de Verenigde Staten te hebben gewoond... 33 jaar na een fatwa nog steeds denkt... die meneer Rushdie die dat boek heeft geschreven... dan moet ik op het toneel klimmen en mijn mes in zijn keel plaatsen... Dat heeft eigenlijk niks met analfabetisme te maken. Maar een heel verschillend waarde. Ik vermoed dat het niet zoveel zin heeft om nou te zeggen wat een schadelijker immigratie is. Maar laten we zo zeggen... Dus als iemand met hele vervelende ideeën, anti-westerse ideeën binnenkomt, dan is dat buitengewoon vervelend. Ja. Als iemand en analfabeet is en anti-westerse ideeën heeft, is het nog vervelender. Dat gaat ook wel eens samen overigens. Maar zelfs los van de islam en de islamterroristische component, was er natuurlijk en is er vaak nog heel veel problematische immigratie. Nog los van de vraag of de immigratie as such... wel, althans de netto-immigratie, wel zo wenselijk is in een land... dat toch al het volste van Europa is en wat ik meer zei. Waarbij we ook nog allerlei andere componenten moeten in betrekken. Bijvoorbeeld het feit dat wij een van de interessantste verzorgingsstaten zijn... van de hele westerse wereld en daarmee een migratiemagneet. Dat we vergrijzen. En wat wil je daarvan zeggen? Nou, dat is een van de dingen die... aan de positieve kant zou kunnen staan. Ja, dan moet ik je toch een van mijn andere boeken aanraden. Heel goed. Nee, maar
Je zegt zelf van ja, je haalt, je kan beter mensen binnenhalen die daar en daaraan voldoen. Ja, wat kunnen ze maar zeggen? Het bijkomende voordeel, je zegt zelf 19, 20 jaar. De Nederlandse bevolking als geheel is redelijk vergrijsd. Dus als je mensen hier kan krijgen die een goede bijdrage aan het samenleven kunnen leveren, dan is dat natuurlijk, staat dat aan de plus. Je zegt natuurlijk, maar waarom zou dat zo moeten zijn? Voor alle duidelijkheid. Ja. Als het zo is dat je vindt dat de Nederlandse bevolking gemiddeld te oud is, dat noem je dan de vergrijzing. Mm-hmm. Ja? En je wilt, dan, en wilt bereiken door mensen binnen te halen die jonger zijn, nee, dan het Nederlandse gemiddelde. Zo bedoel ik het niet. Ik zeg alleen. Nee, maar ik vind dat echt belangrijk om er wel precies in te zijn. Ja. Omdat er met name ook door mensen van D66 en zo. Ja, er wordt zoveel kul over toch. Want luister, op al deze mythes is al lang een antwoord gegeven. En de belangrijkste reden om niet uit te gaan van vergrijzing als reden voor immigratie is dat mensen die binnenkomen ook vergrijzen. Dus de enige antwoord op vergrijzing is, tenminste als vergrijzing een probleem is voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, dat je meer mensen aan het werk moet brengen. Dat je misschien efficiënter ze moet laten werken. Dus meer automatisering, niet minder automatisering. En dat je selecteert op wie je wil hebben. Dus als je dan toch nog, want dan kom ik dan pas aan het eind, ja. Als je dan toch nog mensen bij elkaar haalt, dan moet je ze zeker op uitnodigingsbasis doen. Mm-hmm. En nooit op aanbiedingsbasis. Ja. En als je dat doet, doe je het altijd gefilterd. En één ding staat vast, die bootjes die over de Middellandse Zee komen, zijn dat filter niet. Nee, dat geloof ik ook. Jij, Martin? Maar dat heb ik ook niet gezegd. Nee, maar dat meld ik dan wel vast. Ik zie hele grote kosten aan de ene kant, van wie ook binnenhaalt. En al dan niet baten aan de andere kant. Welke baten heb je erover? Nou ja, kijk, als er mensen met een goede opleiding uit een oorlogsgebied komen en die... Maar waarom moeten ze in een oorlogsgebied komen? Nee, de echte, wat altijd genoemd wordt, de echte vluchtelingen. Nee, we hebben het hier over de baten voor de Nederlandse samenleving. En vluchtelingen, die hebben een ongetwijfeld baat bij om naar Nederland te komen. Maar de redenering zou zijn dat de baten voor de Nederlandse samenleving ging incalculeren nu, toch? Dat het niet alleen maar lasten zijn, zeg ik. Dat nee, zeg ik. Niet alleen. Nee, maar dat hangt er vanaf. Dat is heel vaak wel zo. Dat weet ik, maar... Ja. Nee. En dat gaat om grote bedragen. En die zijn ook niet alleen in geld uit te drukken. Die gaat ook over cohesie in de samenleving, wat ook een groot goed is. Of een groot goed kan zijn in ieder geval. Mm. En dus die baten, daar wordt vaak over gesproken en er wordt vaak onderzoek aangekondigd. Maar die onderzoeken komen er nooit. Die onderzoeken bestaan namelijk niet. En ik zal je vertellen hoe dat komt. Omdat de immigratie uit de niet-westerse landen, zoals dat traditioneel werd, dat gaat om immigranten van, zoals het tegenwoordig wordt gezegd, van een niet-westerse achtergrond of zoiets. Of, ja. Daarvan is nu eindeloos vastgesteld dat die een schadepost is voor de Nederlandse samenleving. Om de eenvoudige reden. En dan gaat het natuurlijk niet. Nee, om de eenvoudige reden. Ja, ga verder. Ja. Nou ja, omdat zij of niet werken, of minder werken, of minder in het collectief inbrengen dan dat van de rest van de samenleving. Of tegenwerken, omdat ze een cultuur met zich meebrengen. Zeker, ik heb het nu nog over laten we zeggen, iets wat je in bedragen kunt uitdrukken. Ja. En trouwens, dan volg ik dat even, jouw redenering. Ja. Wat je bijvoorbeeld kunt doen, is kijken van hoe vol zit het Nederlandse Nederlandse gevangenissen. Vol met mensen van die zichzelf hier hebben gemeld, zal ik maar zeggen. Of hun ouders die zichzelf hebben gemeld. Dat is een heel groot percentage. Dus dan gaat het over iets wat je, laten we zeggen, iets immaterieels, wat je weer in materiële termen kunt vertalen, in bedragen. Ja. Mm. Ik heb dat trouwens zelf ook gedaan in 2009... heb ik een project van het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau had een aantal jaren daarvoor al uitgerekend dat het echt om miljardbedragen ging per jaar. Wat we hebben inschieten met de immigratie van in de praktijk vaak ongeletterden relatief van buiten Europa. Mm. Of buiten de westerse wereld. En ik heb daar iets aan toegevoegd aan dat CPB-rapport. Want het CPB rekende uit, wat kostte de Nederlandse samenleving, de Nederlandse overheid? Wat schieten we ermee, wat schieten we erbij in? Ja. Ik heb er iets overigens met ruggespraak van het Centraal Planbureau daar een element aan toegevoegd, te weten, wat geven ministeries uit aan immigratie, zonder dat dat is meegenomen in, zeg maar, het sociale zekerheidstekort. Ja. En dan kom je onder meer, dus het ministerie van Justitie.
Je kunt echt niet zeggen dat alle misdaad in Nederland te relateren is aan immigratie, maar wel een belangrijk deel, een overmatig deel. En op die manier kun je alle uitgaven van de samenleving, van de overheid, langslopen. En dan krijg je nog een keer een verdubbeling. Ja, dus dan kom je niet op, praat ik over toen. Toen ging het CPB uit van 6 of 7 miljard. En dat werd bijna een verdubbeling in de buurt van de 12 miljard. Als je dus de niet-sociale zekerheid, de niet-fiscale elementen, nog bij op ging tellen. Ander thema, wil je dit nog even? Je mag nog even, nou, dan wil ik weer een ander thema uit het boek. Hè? Want het is ik wil hooguit een kleine verduidelijking geven op wat ik zeg. Ik vind dat je heel bedachtzaam moet zijn met immigratie. Maar ik zit dan als linksmens eerder nog op de lijn, tenminste zoals hij het presenteert, van Bart de Wever, die op zich wel is voor goed opletten, strenge criteria, maar dan ook duidelijk maken van wat men hier aan rechten en plichten kan verwachten. Ja, en wat de waarden zijn. Precies. Maar als je zo'n nadruk legt op je linkse mens zijn. Nou, ik zeg maar, ik zou je zeggen, als linkse mensen die zouden bij uitstek, zoals dat trouwens in het begin ook het geval was, laten we niet vergeten. Toen in Nederland de grote gastarbeidersstroom kwam in de tweede helft van de jaren 60. De Partij van de Arbeid. Toen waren het linkse partijen en linkse vakbewegingen die om hele goede redenen, om de beste redenen die je kunt bedenken, daar tegenstander van waren. En, waarom waren ze daar tegen? Omdat die arbeiders die werden gastarbeiders, zoals het toen werd genoemd. En dat dacht men ook nog dat het gastarbeiders waren. Toen bleek dat ze bleven, maar een ander verhaal. En die werden binnengehaald als concurrentie van de bestaande arbeiders. En dus en dat mechanisme komt er nog steeds voor. Ja. Kijk, waarom gaan welvarende, hoogopgeleiden in Nederland maken zich daar doorgaans niet zo druk over? Laten we zeggen de D66 achter en zo. Waarom? Omdat het de lonen van het personeel laag houdt. Omdat je een groot arbeidsaanbod hebt. En omdat ze er zelf niks van merken, want ze komen niet in hun buurt te wonen. Kunnen nog een beetje een soort linkse idee van de multicultuur. Dus wij zitten allebei nog een beetje op de lijn van links toen, in de jaren 60. Nou, als je mij om die reden links wilt noemen. Zitten op die lijn van links. Ik zit niet op die lijn, ik zit op een rationele benadering van politieke vraagstukken en maatschappelijke vraagstukken. Ja. En dat was rationeel van de PvdA van toen. En dat was rationeel van de NVV, FNV van toen, om te zeggen, we willen die gastarbeiders niet. Oké. Nou ben jij. Oké, nou, nieuw thema. Of nee, niet nieuw, want het zit er al in. Kijk, ik vind het leuk om toch ook een beetje vragen voortdurend te blijven stellen over het boek, zoals ik het gelezen heb, zoals ik het ervaren heb. En ik wil even testen of ik het goed begrepen heb. Er is één ding, ook wat het boek wil ik je ook voorleggen. Hè? Ik zie hier op pagina 15, heb je zo dat buurtje van jou, of die Blauwburg wel. Erg leuk, hè? Dus even grachtengordel. Ja, ik liep trouwens laatst over die Blauwburg. Het is wel grachtengordel. Leuke buurt. Hè? Soms zijn we daar trots op, dan zeg ik het maar gewoon. Ja, en dan zie ik. Westelijke grachtengordel, ja. En dan zie ik dus daar, nou heb je Café de Klepel en Pamela Hemelrijk wonen daar, en Voskuil wonen daar. En dan zie ik Paul Heijnen. En nou ja, daar ben ik zo een kaart. En toen dacht ik ook, en ik wil je de gelegenheid stellen om dat toch een beetje te corrigeren. Ik denk, ja, die Siep, die is toch wel heel erg nog in een soort van nationale context, bijna regionaal. Maar aan de andere kant lees ik ook weer het boek en dan lees ik over die postcode loterij en dan lees ik over al die organisaties die het voor het zeggen hebben. Eigenlijk toch, want daar ligt een heel groot gedeelte van die macht bij die milieudefensie en zo. Weet die wel voldoende dat het glipt ons, de politieke macht glipt ons een beetje tussen door de vingers. Ja. Het is allemaal. Naar buitenland bedoel je? Ja, maar ook rechtelijke instanties, ambtenaren, apparaat. Nee, ook hier veel. Ja. Nou ja, misschien nog meer in dit boek trouwens. Ja, overgeschreven. Maar dat is dus een ander aspect. Ja. Laten we zeggen, de burger die ontdaan wordt van zijn rechten en vrijheden. Maar
Precies, maar is dan niet eigenlijk de grote... Ik bedoel, je besteedt heel veel aandacht daaraan aan dit boek... over D66 en VVD en PVA en hoe die tegenover elkaar staan... en niet en waar de verschillen liggen. Terwijl ik denk, ja, is het niet eigenlijk zo dat je twee grote stromen eigenlijk... Heb je enerzijds heb je dus de soevereiniteitsbevestigende partijen... Hè, PVV, Forum, die willen dus meer soevereiniteit weer terugkrijgen eigenlijk uit Brussel. En anders, en aan de andere kant heb je dus partijen als D66, GroenLinks, de PvdA... Die meegaan in die globalisering of meegaan in die Europeanisering. Is dat niet eigenlijk de grote met de kanttekening dat er partijen zijn die dat proces... laten we zeggen... die ertoe doen in dat verband... en partijen die daar verdomd weinig grip op hebben. Ja. He, dus we zitten natuurlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog... en misschien wel langer, maar zeker sinds de Tweede Wereldoorlog... in een mechaniek waarbij internationale organisaties... supranationale internationale organisaties... Mm-hmm. Dat die macht toebedeeld krijgen... Ja. En die macht krijgt ze toebedeeld van ons parlement. Dus ons parlement doet het allemaal zelf. Sterker nog, ik ken eigenlijk geen land dat het in den beginnen zo enthousiast deed als Nederland. Absoluut. Dus wij hebben ook geen jaren 50 al in de grondwet gezegd. Mm-hmm. Uit totale enthousiasme. En waarschijnlijk ook een beetje treurigheid, omdat wij ons wereldrijk Indië kwijt waren geraakt. En dat we toen dachten van, ja, nou, dan moeten we op een andere manier een wereldrijk zijn. Dus doen we een beetje mee, mee in Europa en de Verenigde Naties. Zeker. En onder het idee van, als we dan daar een beetje aan tafel zitten, dan doen we er toch nog mee. Ja. En dus dat heeft allemaal bijgedragen tot dat onevenredige enthousiasme in Nederland. Dat je ook een beetje ziet in Noorwegen en Zweden en zo. Om de domweg macht over te dragen aan internationale instanties. Ja. Kijk, je hebt het in België ook wel, maar daar zijn ze... Ze hebben het overal. Noorwegen is niet in de EU gegaan. Dus Noorwegen heeft een groot gedeelte van zijn soevereiniteit nog gehouden. Hè? Maar bijna alle andere landen... Nou ja, maar des te meer heeft Noorwegen zich georiënteerd op de Verenigde Naties. Je kunt het ook zien aan hoeveel dat geld die landen geven. Niet aan ontwikkelingshulp, maar vaak gaat het gelijk op met de gigantische bedragen die ze altijd niet aan de Verenigde Naties geven. En er is een onevenredige geldstroom van Scandinavische landen en een land als Nederland naar de Verenigde Naties. Ik weet niet hoeveel het nu is, maar in de orde van grootte van een 500 miljard euro per jaar gaat er aan Nederlandse contributies. Meestal wordt het geld dat helemaal niet hoeft. Hè? Dus het zijn allemaal VN-clubs. Dan hebben ze een contributie van, ik noem wat, 10 miljoen. En dan geven wij 100 miljoen. Maar dan kunnen we een beetje... Nou, precies. Ja, ja. Maar moeten we dat nou niet gewoon terugrollen? Daar schrijf ik al enkele decennia over. Ja. Een van de redenen waarom ik dat doe, is omdat ik dat nodig vind om daar... Omdat het niet in het belang van de Nederlandse burger is. Het is een uitverkoop van de invloed van de Nederlandse burger. Mm-hmm. Maar wie daar wel veel baat bij hebben, althans een lekker fijn gevoel... dat zijn natuurlijk de mensen die aan tafel zitten. Die diplomaten van buitenlandse zaken. Die dan door de gangen van het VN-gebouw in New York lopen. Mm. En het is wel zelfs gebeurd dat... dan wilden wij eens een jaartje in de VN-veiligheidsraad zitten. Ja. En er werd dan lobby voor gevoerd. Ja. En dan mocht dan een Nederlandse diplomaat daar een jaartje zitten. Of misschien 2 jaar. En Josias van Aartsen, die toen minister van Buitenlandse Zaken was... en die lobby voerde, die liep met briefjes... door de gangen van de Verenigde Naties kantoor. Die toren daar in New York. Waarop stond hoeveel ontwikkelingshulp we wel niet gaven. Dat was toch een aardige illustratie, waardoor je kon zien dat Kennedy de ontwikkelingshulp niet was om Afrika te redden of de mensen van de hongernood of weet ik of wat dan ook, maar gewoon ingezet werd om de institutionele macht en de persoonlijke macht en de fijne baantjes voor Nederlandse politici en ambtenaren te bezorgen. Ja, was dat maar niet en? Ik bedoel... helemaal geen interesse in ontwikkeling? Jan Pronk was natuurlijk een beetje een soort van de grondlegger van de Nederlandse ontwikkelingshulpbusiness. En die was er, dat blijkt uit alles, op uit om echt als een postkoloniale heerser door Afrika en omstreken te reizen. En zich ter plekke gewoon in detail te bemoeien met het regeringsbeleid. En dus de postkoloniale reflex, die zag je natuurlijk ook weer terug...
bij die briefjes die dan rond werden gedeeld in het Verenigde Naties kantoor. Maar dat maakt deel uit van een groter fenomeen. Zowel de lobbycratie, een term die we nog niet over de tafel hebben laten gaan, maar de rol van de burger in het beleid. Het belang van die burger wordt ook binnenlands ondermijnd, omdat er allerlei NGO's zijn, zoals het heet, actiegroepen zogenaamd, maar zo actieachtig zijn ze niet. Althans, actie is maar een deel van het instrumentarium. En die ieder jaar voor alleen al uit de pot van ontwikkelingshulp, dat zijn we weer, honderden miljoenen krijgen. En waarom krijgen ze dat? Voor een belangrijke mate voor de beïnvloeding van de Nederlandse geestesgesteldheid. Ik weet er alles van. Ja. Dus dat is te gek van woorden. En dat punt, wat rond ik een beetje af op dit punt. Ja. Maar waarom is dat van zo'n belang in lijn met de vraag die je stelde? Mm-hmm. Aan dit proces, waarbij de macht naar buiten gaat, zonder dat wij daarom gevraagd hebben als burgers. Ja. Bij dit proces, waarbij allerlei clubjes macht wordt toegedeeld, altijd niet samen met rechters, hebben wij ook nooit om gevraagd. Nee. Dan zeg ik, er zijn ongetwijfeld partijen die daar wel tegen zijn, maar die hebben daar nooit iets kunnen bereiken op dat punt. Dat wordt misschien tijd dan. Nee, dat snap ik. Mag ik nog? Jij bent steeds... Oh ja, nee, Martin, ga je gang. Nee, ik houd wel vast met punt. Hij kwam voorbij daar straks, Nationale Postcode Loterij. Ja, maar die doen we straks. Want die postcode loterij... Nee, ik zit dus even te denken, want ik wil nog even één ding. Ik wil nog ik wil normatieve conclusies verbinden aan dit boek. Hè. Als ik dit dus nu zo hoor, dan denk ik, ja, dat is eigenlijk een soort beschrijving van de problemen van super. Nationaliteit, dit boek. En je zegt, dat valt ons allemaal, het glipt ons, de politieke macht glipt ons tussen de vingers door. Daar kunnen we wel een einde aan maken door die supranationaliteit echt expliciet terug te dringen. Door gewoon te zeggen, nee, we willen dat niet allemaal, dat er zoveel naar die Europese Unie gaat. We willen niet dat er zoveel naar de Verenigde Naties gaat. Maar dat zal hard vechten zijn. En dan moet je een robbertje vechten met partijen die dat eigenlijk best goed vinden, want D66 zegt het niet zo hard, maar D66 zegt het juist wel. Als er één partij is die het wil, is het D66. Jawel, maar ik denk zelfs dat als je tegen een D66 zegt, vind je het nou goed dat wij nationale soevereiniteit laten verdampen en dat we dat allemaal naar Europa brengen, zegt nee, zo erg bedoelen we maar dat ook. Dan moet je een onderscheid maken tussen D66 kiezers, want dan lopen vaak best wel verstandige mensen rond. Oké. En de D66-traditie en het D66-kader, dat ook vaak werkzaam is in die wereld. Ja. Dus die voelen zich wereldburger, maar ontlenen hun machtspositie overigens gewoon aan hun feit dat ze nationaal opereren. Laat ik even vooropstellen, ik ben helemaal niet tegen internationale samenwerking. Ik ben ook zelf. Nee, samenwerking. Maar ik ben zelfs niet precies. Tegen. Ja. Onder zekere voorwaarden. Niet. Voor multinationale organisaties, multilaterale organisaties ook. Nee. Maar we moeten wel zien wat we aan het doen zijn. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Europese Unie. Ja. En dan zie je dat er bijvoorbeeld de laatste 10, 12 jaar, precies in de Rutte-jaren, zou ik maar zeggen. Mm. Echt ongelooflijke, is ook nooit aan de mensen voorgelegd, om de referenda doen we niet meer natuurlijk. Ja. En zeker niet meer als het gaat over Europa. Ja. En systematisch zijn er, nou goed, het is al gaande vanaf het begin van de jaren 50, wat macht, dus macht, maar ook bevoegdheden van ons parlement, en daarmee bevoegdheden van onze burgers, worden, zonder dat die burgers geraadpleegd zijn. Klopt. Dat punt heb je al helemaal gemaakt. Nee, d'accord. Maar ik wil je eigenlijk een beetje stimuleren om naar het punt te gaan. En dat moet veranderen. Ja, het belangrijkste gebeuren is dat er dus, en dat geldt op tal van terreinen, als er in het parlement, als de regering, als op het Binnenhof, voortdurend dingen worden gedaan die we eigenlijk niet willen, dan moeten we ons afvragen hoe dat komt. Ja. Nou, ik heb het Rutte-model, het Hebbo-model als oorzaken aangegeven. En dan moet je hopen of wensen of zien te bereiken, mm-hmm, dat de wensen of latente wensen of latente opvattingen onder de bevolking, dat die eindelijk eens een keer wel meerderheidsposities krijgen in het parlement en in de Tweede Kamer. Nou ja, en dat zit je bij PVV en Forum, hè?
Dat is eigenlijk die dat doen. Dat zijn de enige twee partijen die echt zeggen... we gaan. Ben je me nu een stemadvies aan het geven? Nee, ik ben niet een stemadvies. Ik ben de consequenties aan het trekken van een redenering die je zelf ontwikkelt. Maar ja. Misschien ga je nog net niet een bepaalde... Stemadvies geef ik überhaupt nooit. Stemadvies doe ik alleen bij referenda. Dus dat heb ik gedaan ook bij het referendum in 2005... En tot ontzetting van de menigte heb ik... Nee, ik wil je even beginnen. Tegen de tijd dat dit uitgezonden wordt, kunnen we trouwens niet meer stemmen. Nee, maar wat ik alleen maar wil zeggen, dat is als je dus zo... En op basis van jouw boek, en ik ben het helemaal met je eens... Hè, als je dus constateert dat de Nederlandse burger eigenlijk de greep op zijn eigen democratische proces verloren is... vanwege die supranationaliteit, kunnen we natuurlijk zeggen... Niet alleen vanwege de supranationaliteit. Niet misschien alleen, maar wel in belangrijke mate de mechanismen die zich hier intern voordoen. Ja, hè? Dat kunnen we veranderen. Ja, we kunnen zeggen, de artikelen 93, 94, dat willen we vanaf. Nee, ja, maar dat moet, wat er dan moet gebeuren, is dat daarvoor meerderheden moeten worden ontwikkeld. Die meerderheid is er op veel terreinen. Ja. Alleen, de stemmen van die meerderheid, die verdwijnen in een grote diffuse mand. Ja. En ondertussen gaat via het Hefboom-mechanisme en het Rutte-mechanisme... gaat een minderheid erdoor vandoor met de macht van Nederland, om het zo maar te zeggen. Ben ik met je eens. En jouw boek is zo geweldig, want het is een geweldig boek. Daarover geen misverstand. Als je dit leest, dan kan je natuurlijk ook denken... verdraaid, die Wiener heeft gelijk. We hebben geen greep meer onze omgeving. En dat moet wel eerst helemaal gaan indalen. Maar dat begint binnenlands, hè? Ja, zeker. Maar dan kan je op een gegeven moment denken van... ja, we moeten toch een beetje kritischer zijn ten opzichte van die Europeanisering. Nou ja, maar in zekere zin gebeurt dat natuurlijk. In zekere zin gebeurt dat. Dus er wordt geklaagd over, nogmaals, over versplintering. Alsof dat iets vreselijks is. Nou, dat is gewoon, mensen lopen weg met die partijen die de macht hebben. Ja. Alleen wonderbaarlijk is dat die mensen die weglopen bij de partijen die de macht hebben... die slaagt er niet in zelf de macht te grijpen. Nee. Ja? Ik zeg niet dat dan het paradijs gaat ontstaan... maar het is wel fijn als de parlementaire democratie... en dat is de beste democratie die we te dusver hebben... niet aangevuld met referenda trouwens... dus die functioneert in dit land niet. En dus in dat opzicht zijn wij, als we nog een democratie zijn... een zeer gemarkeerde democratie. Ja. En dat betekent dat wij een ernstige terugslag in de geschiedenis ook maken. Tja. Dan waren we in 1917 verder dan we in 2023 zijn. Wow, dat is de quotable Wiener. Maar jij wil naar de postcode. Nou, ik zal nog één dingetje toevoegen. Een democratie is natuurlijk een levend fenomeen. Ja. En je mag ervan uitgaan dat dat nooit minder wordt en altijd meer wordt. Ja, maar het is dus niet zo. Het is helemaal niet zo. Nee. Dus we hebben zelfs nog tussendoor even een referendum gehad, maar dat is alweer afgeschaft. Ja. Dus ongelooflijk. Weet je wanneer het eerste referendum was? Ja, dat weet ik. Wanneer het eerste referendum was? Ik zeg het uit mijn hoofd in 1798. Nou ja, nee, ik bedoelde eigenlijk van na de Tweede Wereldoorlog, sorry. Nou, zeg het maar dan. 1952, ging over Europa in twee steden. Nee. Jawel. Nee, dat is een geintje. Was dat. Ja, weet ik, maar... Ja, in Bolsward en Culemborg of zo. In ieder geval in Bolsward ook, weet ik. Ik dacht Delft. Nee, maar in zoverre is 1952, je komt daar met een referendum. Omdat je dat over Europa na de oorlog... Dat zeker. Was, nee, maar ik weet niet of je hetzelfde wilt zeggen, maar... Dus in die dagen, ze hebben daar destijds een referendum gehouden over meer Europa, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk was dat een instrument... om te laten zien van kijk eens hoe de mensen er vreselijk voor zijn. Maar dat was een propagandastunt. Ja, net zo goed als in die tijd allerlei steden... de Europastraat, Laan enzovoort. Zeker, maar als ze toen geweten zouden hebben waar we nu in zitten... dan is de vraag of dat gewild zouden hebben. Zeker, klopt. En wat heel belangrijk is, dat het heeft toen destijds al toe geleid... dat stipte net al even aan... dat het toen ook in een vloek en een zucht... ongeveer als enige land, of in een van de zeer weinige landen... hebben verklaard dat alle internationale wetgeving... boven de Nederlandse wetgeving staat. Ja. Daarom zijn we zo gaaf. Artikelen 93, 94 van de grondwet. Ja, nee, artikelen 93, 94 van de grondwet. Kunnen we afschaffen? Of daar voorwaarden aan gaan verbinden? Dus dat kun je eruit halen en je kan weer terugkeren... naar 42, lid 2 van de grondwet. Ja, je kunt er ook allerlei dingen doen. Ministers verantwoordelijk. En dan ook macht bij die ministers. Hè? Dus ze komen niet uit Davos en met vliegtuig komen ze terugvliegen... en op de vliegtuig zeggen... ja, we hebben er nog eens over nagedacht... maar we gaan raketten geven daar... en we gaan dit doen. En tanks wat natuurlijk van de grote tragiek is... dat er onlangs een beetje exotisch... de staatssecretaris van D66... Ja. naar
Naar Luxemburg ging, denk ik, dat de Europese ministerraad vond dan plaats. En het ging over het creëren van een Europese digitale identiteit. Of daaromtrent. Daar kan ik je niet over melden. Maar in ieder geval, één ding staat vast. De Tweede Kamer had een motie aangenomen. Ja. Waarin de staatssecretaris werd verboden om daarin mee te gaan. En dan gaat ze daarheen. En dan gaat ze gewoon namens de Nederlandse regering en dus de Nederlandse staat en dus Nederland als samenleving eventjes bijdragen aan de ontwikkeling van de Europese identiteit. Dat is zeker niet zoals ze dat in 1952 gedacht hadden in Bolsward. Absoluut niet. Nee, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Martin, je wilde iets over die postcode loterij, toch? Wie is Boudewijn Poelman? Ik had nooit van de man gehoord. Ja. Blijkbaar, of ik heb niet opgelet, of hij houdt zich veel buiten de schijnwerpers. Maar als ik jou... Valt wel mee. Nou, dan heb ik niet goed opgelet. Hij is weinig bekend. Maar je kan niet zeggen dat hij totaal onzichtbaar is. Want hij staat bijna altijd voor op de foto. Als er weer ieder jaar een paar honderd miljoen euro uit de potten van de Nationale Postcode Loterij wordt uitgedeeld aan natuurmonumenten. Kan ik me voorstellen. Maar wat is de betekenis van die postcode loterij voor de Nederlandse politiek? De korte samenvatting zal ik geven. Barbara Poelman is een van de oprichters, maar eigenlijk de belangrijkste oprichter van die postcode loterij. Dat mechaniek van die postcode loterij laat ik even voor wat het is. Maar in ieder geval is hij een succesvolle zakenman. En heeft een slim ideetje was dat. Ja. Een beetje gebaseerd op het idee dat mensen het heel vervelend vinden dat de buren miljonair worden en zij zelf niet. Ja. Dus het is eigenlijk afgunst en jaloezie, als dat niet hetzelfde is, die deze zogenaamd idealistische postcode loterij op de been houdt. Ja. Enfin, wat hij gedaan heeft, die Poelman, erg slim, is een deal maken met Joop van den Ende. Ja. Waardoor hij ook het hele televisiewezen in handen kreeg. Althans, hij bood gewoon kant-en-klare programma's met quizzen en loterijverkoop aan niet alleen de commerciële zenders, maar ook aan de NPO-zenders. Het is verbazingwekkend dat je gewoon in Nederland een commerciële lotenverkoopprogramma's op televisie kunt hebben. Ja. Ieder ander zou daar stettarieven voor moeten betalen. Ja. Maar Boudewijn Poelman die kan dat dus, die mag dat allemaal. En van wie mag die dat? Van de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid heeft hem een monopolie op dit type loterijen gegeven. En de voorwaarden waaronder dat opereert worden ook ieder jaar weer gunstiger. En hoe komt dat? Omdat iedereen die het doet in Nederland aan zijn zegenkar heeft weten te binden. He, dus van Alexander Lino, dat is trouwens een heel bekende naam in dit geval. Alexander Renaud-Kan van D66. Ja. Maar die zit ook natuurlijk aan het bestuur van het Concertgebouworkest. En die loopt, die heeft zich de afgelopen 20 jaar uit het vuur uit de schoenen gelopen om de belangen van Boudewijn Poelman en zijn loterij te dienen. Want zijn clubjes die krijgen ook weer geld uit die grote mand. Nou, wat is er nou dat dit monopolie op deze manier bestaat? Is veel om aan te merken, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar wat ook een heel interessant en vervelend aspect is, is dat die Poelman dat geld wat hij binnenhaalt voor die zogenaamde idealistische loterijen, dat hij ook zelf mag bepalen aan wie hij dat geeft. Dat geeft hij bijvoorbeeld eindeloos aan Milieudefensie. Ja. Een club die weinig aanhang heeft, maar wel overal rechtszaken tegen de staat en tegen de Shell en weet ik veel wat. Een van die clubjes is ook Urgenda. Urgenda bestond uit twee mensen. Een stichting van twee mensen. Mevrouw Minnesma en meneer Rotmans. En die hebben gedaan alsof ze zich namens de Nederlandse, het algemeen belang van Nederland optrad. Dat is een verhaaltje op zich, dat kunnen we zo meteen nog uitleggen. En in ieder geval de rechter die heeft gezegd, u hebt gelijk, uw klimaatbeleid moet worden uitgevoerd. Maar wie heeft nou die rechtszaak betaald? 10 miljoen euro gaat het over. Dat is een rechtszaak die heeft... Postcode loterij. De postcode loterij, meneer Poelman. Ja. Dus meneer Poelman. Fortuin zei, je subsidieert je eigen ondergang. Die subsidieert dus allerlei clubs en lobby's die met een geweldige invloed op de Nederlandse samenleving. Omdat, zoals ik net al schetste, Milieudefensie schrijft het programma van GroenLinks. GroenLinks dicteert het programma aan D66. D66 dicteert een programma aan Mark Rutte. En zo wordt Milieudefensie regeringsbeleid. Wat zeg ik? Zo wordt Boudewijn Poelman regeringsbeleid. Ja. Dus is een korte schets van hoe ook op deze manier de burger, het burgerbelang wordt omzeild of benadeeld. Ja. En particuliere hobby's
ook in materiële zin, dus ook qua geld verdienen, maar zeker ook qua koers van het land domineren. Ja, ja. En wat valt er aan Boudewijn Poelman te doen? Vanuit het parlement of vanuit... Nou ja, kijk, je kunt Boudewijn Poelman niet verwijten dat hij een heel slim opzetje heeft gemaakt. Dat in wezen toch draait op het feit dat hij een bovenmatige invloed heeft op de Nederlandse politiek. En hoe doet hij dat? Door in allerlei onderdeeltjes van zijn organisatie politici te benoemen. Die politici die zitten daar een beetje aangenaam te zijn. Nou, misschien krijgt hij geld voor, dat weet ik allemaal niet precies. Maar één ding staat vast. Zij lopen... Zij zorgen voor invloed van de materiële belangen van Boudewijn Poelman. En zijn beweging. Ja, maar het Koningshuis voorop, hè. Dat is een van de... In mijn boek heb ik ook nog twee hoofdstukken over het Koningshuis opgenomen. Niet helemaal mijn specialiteit, maar er zitten wel... zijn wel interessante dingen over te vertellen. Zeker. De verwevenheid van Poelman en zijn loterij... Ja. Met het Koningshuis, met de Oranje Stichting en andere clubjes... Die is zo totaal, dat zouden we zeker niet moeten willen. Maar zijn daar al hele studies of boeken of programma's over geweest, over die man? Nou ja, in mijn... Wat er hier bij in Week, staat door mij, is goed, hoor. Kijk, het verbazingwekkende is... Ja. Dat er zo weinig aandacht bestaat voor de ondermijning van de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse democratie, waar ik in zeker. Dus dat, een van de redenen daarvoor, die ik heb voor zover ik na kan gaan, is ons opgeblazen zelfbeeld. Van wij zijn toch een. Heb je geen corruptie. Nou, we hebben misschien wat slimmere corruptie, maar we hebben het echt. Dus zolang we in Nederland rondlopen met het idee dat in ieder geval alles wat zuidelijker is dan Nederland, corrupter is dan wij zelf, dan is er hier eigenlijk niks aan de hand. Terwijl er zegt, zelfs uit de Raad van Europa, uit Straatsburg, krijgen we ieder jaar of twee jaar alarmerende rapporten, waar veel waarheid in zit overigens, over de verwevenheid van de politiek met zakelijke of niet zakelijke belangen. Maar het zijn, om eerlijk te zijn, natuurlijk niet alleen de NGO's. Het zijn niet alleen, het is niet alleen meneer Poelman en zijn hobby's. Nee. Het zijn ook grote bedrijven. Ja, tuurlijk, het zijn nooit de burgers. Het zijn nooit de MKB's. Het zijn nooit de kleine. Het is nooit de kleine man. Het zijn altijd. Dus in de Nederlandse context, als je geld hebt of de wegen weet, dan weet je onevenredig de macht uit te oefenen. Dat is eigenlijk altijd een treurig vinden. Ja. Dus er zitten eigenlijk twee... En als ik het zo hoor, er zitten aan die postcode loterij twee problemen, als ik goed zie. Enerzijds dus dat monopolie dat deze organisatie gekregen heeft van de Nederlandse overheid, waar niet goed over is nagedacht. Inclusief de privileges. Ja. Zoals het privilege om op de televisie boter te verkopen. Ja. Het privilege om zelf het geld te mogen uitdelen. Je zou nou kunnen zeggen, donder het geld maar in een pot die door een, weet ik wel, iets quasi onafhankelijks wordt verdeeld. Ja. Nee. Ja. Meneer Poelman, die mag nog zelf bepalen welke rechter met welke zaak wordt belast. Zeker. En dan ook twee, dus dat er altijd eenzijdige doelen worden aangewezen. Want het is allemaal op dezelfde manier. Je hebt het nou over milieudefensie, maar ze komen nooit op het idee om te zeggen, laten we dat geld een beetje spreiden over verschillende politieke doelen. Het is gaat allemaal één kant op. Ja, waarbij er ook nog iets tragisch zit bij die clubs die afhankelijk zijn van de geldstroom van Poelman. Want die moeten natuurlijk wel de hele tijd doen wat Poelman wil. Inclusief de hele tijd opkomen voor de belangen van Poelman. Ja. En dus tegen de staat zeggen, dat percentage wat verplichte afdracht moet dat naar beneden. Er moet geen concurrentie komen. Het zit op een verraderlijke, bijna mafioze manier in elkaar. We moeten Poelman uitnodigen hier. Ja, dat lijkt me een goed idee. Maar ik denk niet, ik heb zo vaag het idee dat hij niet gaat komen. Ik wel. Is een macht. Hij doet hetzelfde. En als hij dat doet, dan heeft hij natuurlijk gewoon het monopolie. Ja, we hebben het van Siep gehoord trouwens, voor deze uitzending, dat we moeten ook de aandacht van de kijker niet overschatten en het ook niet al te lang maken. Maar misschien moeten we toch nog jou in de gelegenheid stellen, als je het goed vindt, Martin. Is er nog één ding wat je nog even kwijt wil of zo? Of waarvan je denkt, er is nog één
statement wil ik... Heb je het boek voldoende geprezen? Ik vind van wel, want ik vind het een geweldige boek. Ja, ik zou natuurlijk zeggen dat dat nooit terug kan. maar ik laat het wel graag aan een ander over. Okay. Dat ook weer. Nou, dan ga ik straks mijn best doen. Nou ja, misschien een beetje onverwacht, maar ja. Ik denk dat het misschien nog wel aardig is om toch nog precies, juist op dit moment, dat element van de Koningshuis er toch even bij te halen. Dat is niet, nogmaals, het is niet zo heel erg... Ja. Typisch voor wat ik doe of schrijf. Ja. Ja. Maar wel weer typisch in die zin dat ik me vaak verbaas over hoe weinig aandacht zaken krijgen in andere media, bij andere auteurs. Ja. En ik verbaas me erover dat we hebben nu binnenkort 10 jaar een koning weer. Ja. En ik lees nooit ergens iets of die dat goed doet, of er dingen veranderd zijn, of het veranderd zou moeten worden. In het boek schrijf ik in die 2 hoofdstukken die erover gaan, er wel een paar dingen over. Ja. En dat is bijvoorbeeld dat, naar mijn indruk, de rolverdeling tussen de koning en de premier totaal anders is geworden. Dus op Beatrix kun je zeggen, Beatrix die zat er zeker na verloop van tijd, maar die begon wel een beetje als een baasje al hoor. Ja. Maar, dus die had met Van Agt te maken. Tweede Wilhelmina werd dat. Ja, ja. Dus Van Agt had ze, daar begon ze natuurlijk mee. Nou, Van Agt had ze geen hoge pet van op. Ja. Maar na verloop van tijd is zo iemand, die krijgt dan het voordeel van, zoals de Fransman dat noemt, de longue durée. Ja. Dus je zit er lang, je bent een statuut. Alle anderen zijn passanten en jij niet. Nu is het precies andersom. Ja. Het karakter van Willem-Alexander is wat anders. Ja. Willem-Alexander is ook minder politiek. Naar mijn stellige overtuiging. Ja. Je zag, kijk, Beatrix werd politieker naarmate ze er langer zat. Ja. Dus al die dingen van ontwikkelingshulp is toppie. De multiculturele samenleving is toppie. En al dat soort dingen. En islam is ook wel aangenaam, hè, dat vond ze dan. Al die dingen, dat was misschien geen probleem in de jaren 90. Maar dat werd wel een probleem in de 21ste eeuw. Althans, dat werd een politiek thema. Ja. Dus ze trad echt buiten haar bevoegdheden. Ja. Maar dat heeft... Liet Lubbers ook gebeuren trouwens. Die gaf daar ook wel... Die vond ook maar... Ja, maar de ernstigste fase van, laten we zeggen, buiten naar boekje gaan... speelde zich af in de Balkan in de tijd. Ja. En die twee die lagen elkaar niet, dat kun je gerust zeggen. En Balkanende heeft best een keer een paar aardige dingetjes gedaan... ter beperking van haar macht, maar... In ieder geval, bij kerstboodschappen en zo trok ze er helemaal niks van aan. Dus wat de meest politieke koningin sinds Beatrix, inderdaad, kun je wel zeggen. Maar dat heeft ertoe bijgedragen, die machtsrol van Beatrix, dat Willem-Alexander het met minder moet doen. Niet dat hij het heel erg lijkt te vinden, maar het is ook echt een stuk minder. We hebben nu een andere figuur die je de longue durée kunt toedichten, en dat is de minister-president. Ja. Dus wat hebben wij... Het zou onder Beatrix ondenkbaar zijn geweest... als zij met een vliegtuig uit Griekenland terug was gekomen... en dat ze dan vervolgens op de buis samen met haar prinsgemaal had gezegd... Nou, dat had nooit wat te doen, dat is een schandaal enzovoort. Dus we hebben daar dat televisiebeeld. Dat was de premier die een openbare boetedoening sommeerde aan de koning... Nou, ik denk dat dat wel een beetje zielig was voor de koning. Dat hij misschien zo erg ook weer niet had verdiend. Maar ik vind wel dat het tijd wordt, in lijn overigens met de modernisering van de Nederlandse democratie in het algemeen. Dat het tijd wordt dat de koning bijvoorbeeld niet meer in de regering blijft zitten zoals nu het geval is. Dat wordt echt hoog tijd om er een eind aan te maken. Ja. Zoals er ook een hoog tijd... Hij moet natuurlijk ook uit de Raad van State. Ja. Hij is het staatshoofd. Ik bedoel, dat valt nog te tolereren dat we het staatshoofd hebben op deze manier. Maar niet dat hij ook nog in de regering zit en dat hij zichzelf adviseert in de Raad van State en dat soort gekkigheid. Dus er zijn een aantal van dat soort dingen... En dat is allemaal gewoonte, hè, waar je het nu over hebt. Dat is zo ontstaan. Want ga ik weer, artikel 42 lid 2 van de Nederlandse grondwet. De koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk. Hè? Ja. Dat is de erfenis van Thorbecke. Dus die koning, die is onschendbaar. Je kritiek hoeft zich niet op die koning te richten, omdat die geen politieke macht behoort te hebben. Ja? En die ministers die zijn verantwoordelijk, die moeten ook macht hebben. En die ministers, die moeten kunnen zeggen tegen die koning wat die eigenlijk moet doen. Ja, weet je wat, dat is iets bijzonders. Mark Rutte, die heeft... toen was hij nog niet eerst minister-president, maar toen was hij zelf nog actief VVD'er, denk ik.
Die heeft een nieuw beginselprogramma geschreven. Weet je nog? In 2008 of zo. Wanneer was dat? Ja. En daarin stond, tot naar verbijstering, als onafhankelijk waarnemer, tot die verbijstering, dat deze liberale partij, de VVD, voor de monarchie onder leiding van de Oranjes was. Nou, je hoeft als VVD niet voor de afschaffing van de monarchie te zijn. Maar je hoeft het toch ook niet te beijveren. Toch waanzinnig. En dus daar zit iets bij Mark Rutte. Dat is een persoonlijk dingetje misschien. Ja. Maar misschien ook een machtsdingetje. Want uiteindelijk is het toch vooral macht dat hem drijft. Ja. En wat wij zien is dat hij... Ik schets dat net al een beetje. Dat de koning en zijn vrouw in belangrijke mate de puppets zijn van Mark Rutte. En hij kan dat misschien zich wel fijn permitteren om hun oude voorrechten en privileges te houden, terwijl de inhoud daarvan intussen heel schamel is geworden. De meest recente manifestatie van dit probleem, daar vond ik nog het aanbieden van die excuses over dat zogenaamde slavernijverleden. Of nou ja, dat slavernijverleden is er natuurlijk, maar ja, we zijn allemaal tegen de slavernij, dus waarom zou je dat verder nog oprakelen? Daar worden er alleen maar allemaal ziek van. Door daar voortdurend maar over te praten, inclusief die zogenaamde nazaten van slaven. Dus ik ben er helemaal tegen. Maar het was treurig dat zowel Rutte en ook de koning, ik vond het bijna vernederend. Ik denk, oh nee, onze koning, doe dat nou toch alsjeblieft niet. Het is een spreekpop. En ik denk, nou ja, als je je schuldig en misschien wel een spreekpop van, waar we eerder bespraken op jouw initiatief, de overmacht van D66. Laat het niet schelen. Ja. Want Mark Rutte is natuurlijk heel makkelijk in het excuses aanbieden en het intrekken van vorige standpunten. En dit is er één van, hè? Ja. Dus dan is de koning dus een standpunt aan het vertellen wat misschien helemaal niet intrinsiek gedragen wordt. Nee. Misschien zelfs niet eens in de coalitie. Nee. Maar dan is hij de spreekpop van wie toevallig Mark Rutte heeft bediend met zijn premierschap. Ja. Ik zag dat Mark Rutte, niet hier in het boek, maar ik zag dat Mark Rutte heel veel steun heeft aan het geloof. Dat vind ik ook mooi. Dat hij oranje is. En God en vaderland. Maar Sigrid Kaag is ook in het geloof. Hè? Ja. Dus terwijl Nederland steeds minder gelovig wordt, acteren, dat zeg ik er wel bij, acteren dominante politici alsof ze geloviger dan ooit zijn. Wat hen dan ondertussen wel gelukt is, is dat het CDA hebben opgeheven. Ja. Overigens vraag ik me af, wat? Je kan wel in het geloof zijn, maar wat voor geloof dan? Dat is volstrekt, wat mij betreft, volstrekt de mist, hoor. In het geval van Rutte weet ik het zeker. In het geval van Kaag acht ik ook aannemelijk dat er hier sprake is van politieke marketing. Ja. Het geeft je iets. Spiritueels, iets hogers. Ja, er is een groot spiritueel gat in Nederland. Zit meneer pastoor en meneer dominee, maar niet meer de baas zijn. Mm. Dus het kan geen kwaad. Dat is het mooie daaraan. Ja. Bij mij wel, hoor. Maar goed. Ik heb niet de laatste vraag, maar mijn laatste vraag. Ja, dat is goed. Pieter Omtzigt. Ja? Hoeveel toekomst denk je dat hij heeft? Nou, je bedoelt als politicus, als politicus met veel aanhang, moet ik... Nou ja, die potentiële aanhang is aanzienlijk natuurlijk. Is aanzienlijk, die potentiële aanzien. Oké, okay, ja, ja. ja. Maar dit hele gesprek gaat eigenlijk over het materialiseren van aanhang. Ja. Hoe kan de bevolking zich laten horen en zich niet over zich heen laten lopen, zal ik maar zeggen. Ja. En in die context hebben we als kiezers, als burgers van Nederland, er dus natuurlijk weinig aan Pieter Omtzigt. Want hij had wel veel stemmen bij de vorige verkiezingen. Maar hij zit met zijn eentje in de Tweede Kamer, om een idee te geven. Als ik kijk naar zijn persoonlijke vaardigheden en kansen, dan denk ik eerlijk gezegd en dat zal hij zelf denk ik ook al weten, dat het minder verstandig is dat hij zelf partijleider, want hij heeft al de neiging om meer te doen dan een mens kan waarmaken. Dus waar hij vooral naar moet zoeken als hij invloed en effect wil hebben van zijn ideeën. Ja, dan is het vooral een kwestie van hoe hij zich gaat inbedden in een beweging. Moet hem eerst dus nog lukken, hè? Want ik denk altijd het kan ook andersom, hè? Dus dat er een beweging is, niet nader te definiëren, want daar gaat het even niet om, maar dat er een beweging is die
waar hij zich bij aansluit en waar hij zichzelf een positie in BBB. Heeft. Dat zou dan kunnen. Dus Omtzigt en BBB die gaan in één. En, die, hè, dat zou kunnen. En dan doet dat technische werk doet Omtzigt dan een beetje. Want hij is een goed Kamerlid, denk ik. Hij kan goed doorvragen en een slimme smaak en zo. Dat, hè, voor, wat? Ik vind jou ook wel voor BBB. Dat jij de rechtsstatelijke kant een beetje afdekt. Ja, oké. Okay. Nou, ik ben open voor alles, hoor. Ik heb vanmorgen, gestemd. Hè. Uiteindelijk, wordt het Forum of wordt het Jezus leeft? En ik heb lang zitten. Uiteindelijk ben je ook kandidaat voor de Dierenpartij geweest, toch? Als het zo. Ja. Ook, dat is geen neutraal begrip, Dierenpartij, maar... Dierenpartij, nee. Nou ja, ik was eigenlijk dus erg van de Dierenpartij. Maar niet, ik ben nooit overgegaan op de Partij van het Klimaat en de Aardeopwarming en zo. En dat zit wel, tegenwoordig ook in een koppeling. Je was niet van de Zevende Dag Adventisten. Ja. Dat was zij toch, met haar man, allebei Zevende Dag. Kijk, ik ga niet over dit programma, maar zijn we niet een beetje aan het afdwalen misschien? Ja, we zijn helemaal niet. We hebben het over oude mannen. Nee, je hebt je vraag gesteld en we zijn klaar. Maar we doen we niet naar op een nette manier af te sluiten. En dat is... Siep, we hebben genoten van je boek. Heel fijn dat je hier was. Ik vond het echt heel mooi. Ook, ik was dus al een fan met Tegen de Onzin, hoor. En ik volgde je ook al langer, ook al vroeger toen je bij Elsevier zat. Maar ik heb dit echt met heel veel plezier en bewondering gelezen. Ik raad het iedereen aan. 70 als de 70 actieve herinneringen aan een gaaf gidsland. Met de actieve herinneringen natuurlijk weer van Rutte. Daar heeft hij je school meegemaakt. Dat komt in de Vandalen. Dankjewel dat je hier was. En ik hoop dat je weer een keertje terug wil komen. Oké. Groot genoegen.